We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachtingen van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot morgen 4 mei. In de avond en nachtelijke uren is het lokaal tijdelijk bewolkt. Gedurende de avonduren zal het droog blijven met een geringe kans op enkele lokale buien in het zuiden van het land. Aan het eind van de nacht ontwikkelt plaatselijk nevel, overwegend in bosrijke gebieden. Morgen gedurende de dag zal het zonnig en overwegend droog zijn. In het zuiden en zuidoosten van Suriname is er kans op enkele lichte tot matige buien, soms gepaard gaande met onweer. De wind uit het noordoosten tot oosten zal variëren met snelheden die oplopen tot 28 km per uur. De windsnelheid kan toenemen tot maximaal 47 km per uur. De temperatuur vandaag en morgen kan een minimum van 21 graden Celsius bereiken en een maximum van 33 graden Celsius. De Meteorologische Dienst waarschuwt wel dat morgen 4 mei in het binnenland onweersbuien met windstoten kunnen ontstaan.